Ik ben bezig met mijn afstudeerproject. Dat is het opzetten van een pop-up restaurant. Daarvoor heb ik eerst 4 try-out avonden om het even uit te proberen. Op 3 verschillende locaties. Gisteren zat ik in de Watertoren. Vandaag dus in de kerk. En de laatste 2 avonden zijn in het Grand Theater. Ik denk dat ik hierna nog meer locaties in Breda ga zoeken. En ik heb ook al een aantal op het oog. Misschien in de toekomst nog andere steden. Ik doe International Real Estate and Facility Management aan de NETV. Dus daar komt ook een beetje mijn interesse vandaan voor oude gebouwen en het nieuwe leven in oude gebouwen blazen. Dat doe ik namelijk ook met een pop-up restaurant. Ik probeer zoveel mogelijk leegstaande panden te gebruiken, zodat zij weer in een nieuw daglicht worden gezet. En daarbij wil ik ook iets doen met co-creatie. Dus alle gasten kunnen spullen doneren en zo kunnen we samen een restaurant opbouwen met hergebruikte materialen. Gasten betalen 30 euro voor 3 gangen diner, exclusief drankjes. Aantal gasten hebben stoelen gedoneerd, maar ook kopjes en schoteltjes en et cetera. En daar krijgen zij dan een mooie korting voor op een dinerticket. Danielle is bij mij gekomen met de vraag van ik wil een diner wat de mensen eigenlijk net als thuis met een pannetje op tafel kunnen eten. Ze zijn een beetje gaan kijken wat is daar makkelijk in, wat is een beetje comfortfood. Ook een beetje rekening houden met de seizoenen, wat er nu beschikbaar is. Het is een soep met paddenstoelen en nog wat andere dingen waar ik stiekem van aan het genieten ben. Een heerlijk stukje brood erbij, dus prima. We hebben even gekeken op de Facebookpagina en daar stond een bijzondere locatie pop-up diner. En daar hebben we op ingeschreven. Dit is een plek waar de kinderen zijn gedoopt en waar ik zelf mijn communie heb gedaan. Dus het is voor mij de plek maakt het juist wel heel speciaal. Tijdens de NETV Entrepreneurship Awards heb ik de publieksprijs gewonnen voor mijn concept. Dat heb ik samen met 2 studiegenootjes gewonnen, want zij hebben een beetje meegeholpen met het opzetten of het ontwikkelen van het concept. Mijn plan voor de toekomst is in de zomer vooral het in open lucht een aantal keer doen op misschien interessante terreinen of terreinen met een verhaal. Of in het park of in ieder geval in de buitenlucht lekker eten serveren. Ik heb wel vertrouwen in. En ik denk ook dat mijn vriendinnen ook graag mee willen helpen, want ze vinden het allemaal hartstikke leuk. Dus ze staan er helemaal achter.